Hi mensen, welkom bij een brandnieuwe aflevering van Tarzan's Adventures. Zoals jullie zien, staan we ready. We staan op vertrek. We maken een gezellige campingtrip naar West-Suriname. En natuurlijk neem ik jullie mee. Blijf kijken. Hi mensen, we bevinden ons momenteel vlak achter Zandering. We hebben even een tussenstop gemaakt. De laatste dingen checken. Kijken als alles goed is verbonden. En dan vertrekken we. Zo meteen. Suriname, oh, ik kan jou niet loslaten. Suriname, jij bent mijn liefde. Jij bent mijn kracht. Jij bent mijn aarde, mama Srana. Jij bent mijn liefde. Jij bent mijn kracht. Jij bent mijn aarde, mama Sranang. Suriname, ik kan jou niet loslaten. Suriname. En voor het eerst sinds ik naar West-Suriname kom, ben ik daar pas in Sotakru. Het is echt rustig rijden, dus het gaat wat langer duren. Maar door zeker. Mama Sranang, jij bent mijn liefde. Jij bent mijn kracht, jij bent mijn aarde, mama Srana. Suriname, oh ik kan jou niet loslaten, Suriname. Het is momenteel over 2:30, dat wil zeggen we rijden bijna. Bijna 4 uur. En dan wil ik de mama stretch even, dus we zijn even gestopt. Want 4 uur lang in een auto zitten met deze omstandigheden van de weg is niet makkelijk. Dus een stretchje even. Wel een drapje, we gaan haar eens keren. Waar zijn we nu? We zijn zo voorbij TPT, we zijn zo op Bitagron. We hebben nog zo bijna 5 uur om te rijden. Het gaat wel langzaam, maar we halen het wel. Wat af die zin. Amai, jou halen, joh. Dat goed, ja. Amai, dit is klaar, hè. Allee. Hij wil de West-Suriname zien. Maar nu wat wil je in zien van de hemel. En ik kom hier voor vragen als het met deze heren nog lukt. Ja. Fuck, are you one day now again? Ja, met deze. Onze zeggen allemaal, Suriname is uniek, Santje Topole. Suriname is wat je ziet. Onze zeggen allemaal, Suriname. Na bijna 5 uur rijden zijn we aangekomen op Bitagron. We gaan nu over die brug van Bitagron. We zien hoe deze er nu uitziet, maar de laatste keer toen ik hier was, wel op planga. Losse plakken, zante, maar zit daar brokkie. Hey, dit is die brug. Bitagron. Jammer dat het nu 's avonds is. Maar ik denk dat ik jullie op de terugweg wel wees. Ze hebben hem aardig gefixt. Want vorige keer waren die planken los. Hi mensen, het is momenteel 5:30 in de ochtend. En we nu door het er, we zijn sinds gisteravond 8 uur uit huis. De weg is slecht, voor het eerst maak ik het zo mee. Maar we zijn nu in het gebied van Palawatra Green Resort. En dan, ja, daarna volgt Moses Creek en dan de rest. Jij bent mijn aarde, mama Srana, Suriname.
Kijk mensen, het is 10 over 7 en eindelijk Kudoro Moses kreeg. Voilà. Tot de dood ons scheidt, ik heb je lief mijn land. Tot in de eeuwigheid, ik zal hier blijven, ja. Tot de dood ons scheidt, ik heb je lief mijn land. Tot in de eeuwigheid. Morgen. Voordat u verder gaat met kijken, wil ik erbij vermelden dat Ox88 IT Solutions de sponsor is van deze video. Ox88 biedt het bedrijfsleven op maat gemaakte, hoogwaardige en innovatieve IT-services. Zij onderscheidt zich met een ervaren en gecertificeerd technisch team in huis dat 24/7 beschikbaar is om uw bedrijf te voorzien en garanderen van een veilig en goed onderhouden IT-infrastructuur. Voor meer informatie raad ik u aan een kijkje te nemen op hun social media pagina's en op hun website. Hey, s***! Hai, hoor, spannend! Hey, Alusu! Akkoord meer, s***! Loer, man! Hey, sang! Ai, mensen. Ai, boy. Boy, ik ben laat die voelen dat GoPro er maar vallen. Ai, die eerste is binnen. Voilà. Ja, man. Je ziet dat? Ja, man. En juist waar je denkt dat hij niet is, hoor. Je ziet dat? Juist waar je denkt dat hij niet is? Dat is deze er, voilà. Monster. Eerste. Ja, man. Oké. Okay. Ik ga je loeren. Ja, ver, dat is John Bewani en daar heb ik het voor hem gevangen toch? Ik ben net wakker. Boy, ik heb even geslapen. En je kan zeggen niet even. Ik heb mooi lang geslapen. Het is momenteel 8 uur en het is nog steeds dag 2 van onze campingtrip. Ik was moe en eigenlijk had ik niet eens door dat ik zo moe was. We zijn aangekomen
En we zijn gelijk van start gegaan met het opzetten van ons kamp. Dit is mijn setup, hier zo. Ik heb mijn kleding hier. Ik hoop dat jullie het zien. Hai. We zijn gelijk van start gegaan met het opzetten van ons kamp. En toen we klaar waren, liepen we zwommen en dan zijn we gaan hengelen. En dan zijn we gaan lopen. En dan op een gegeven moment voel je dat je moe wordt, maar je denkt van hey, er moet vis zijn. Zoals jullie zien hebben we wel vis gevangen. Of ja, althans, ik heb één vis gevangen. En dan kom je terug bij kamp. Dan heb je honger. We zijn gaan eten, we hebben heerlijk gegeten. En dan moet je uitrusten, want we hebben ongeveer 12 uur over de weg gedaan. Dus ik dacht, ik zou even gaan slapen. Maar even trouw. Mooi lang. Dus al 8 uur inmiddels. Een paar slapen daar. En dan heb je hier de keuken. En hier gebeurt het magische. Shannon, dus eigenlijk zouden we links gaan plaatsen. Ik wil dat doen, we zijn een beetje moe. Maar dat leg ik de kijkers uit. We hebben ongeveer 12 uur over de weg gedaan totaal hoor. We hebben niet eens geslapen. Staat. Jullie niet tegen me, maar zo niet aan ieder uur. Met tegen je toch, naar Shannon tegen. En zo. Fuck off, ja. Man hoor, rekenen naar mij, maar voor dat gaat doen. Ja man. Fuck, hou hoor, iets set up, ja. Ja, maar dat is leuk toch? Ja, maar niet zo breed. We maken er altijd wat van. Ja. Die demante mi bedre. Far away was te becarmine. Grietje singi en mi dage barikri. Hai mensen. Onderweg naar hier voor dikke geluid aan mijn auto. Dan ik go check, zag ik dat een stabilizer link stuk was. Het is uit die bal geraakt. Maar het zou geen kwaad doen, dus we zijn gewoon naar hier gereden. Maar het geeft wel een hinderlijk geluid. Dus we poeren hier stabilizer op voor nu. Hi mensen, die zweefbaar is eruit hoor, voilà. Dat is uit die bal. Of ja, die bal is eruit. Tak na osso, mi moede. Mi confrusetti, ma jes mi anu nang afututai. Mi fam angri, mi musta. Somme foto mi consigli. Somme tomo mi colle sta. Ma marvina mi wapar mi foto do. Jemmy Gado, put in Salvador. Hi mensen, en dit is Suriname, follow. Hi. Koud. Echt koud. Gewoon lekker en relaxed. Boy. En het stopt gewoon niet. En als je hier een hangmat vinden met het geluid van het water, je vergeet alles. Alles vergeet je. Het is nog steeds de West-Suriname campingtrip, dag 3. En we zijn eigenlijk aan het vissen. En zoals je hebt gezien, is weer een grote Anjumara ervan doorgegaan.
met een kunstaas van Shannon. Met onderlijn. Bye. We're in it. Wat mijn guru me heeft gezegd. Daar, vertel. Mijn guru heeft gezegd. Weet je wat leven is? Wat is leven? Leven, toch, is de reis naar de dood, brada. Dus geniet. Vaarwel. Als je ja, pijn maar. Zeker. Toch? Zet wat aan de kant als je niet kan zetten. Probeer alleen een feest te gaan zetten. Stel het binnen een jaar, 2 jaar. Toch? En dat is wat we nu doen. En nog eens kutrobi, brother. Dat van waar weer hier is, loop weg. Nog een playgangster, loop weg. Dobby achter de grill. Ja, mensen, regen. Hi boy. Dit hoort ook erbij. Ja, we zijn voor die ver. Ik ben voor bezoek bij die andere. Voor de vader boy is er. Verdieping. Goedemorgen mensen. Het is de laatste dag van onze West-Suriname campingtrip. En we worden wakker en het water is flink gestegen. Gisteren hebben we daar gebarbecued.
En dan was het water daar. En het water is gestegen. Het heeft flink, flink, flink geregen. Die hele mooie soela waar je kan zitten, is nu weg. En ik zie hier een mooie kikker. Ik weet niet wat voor kikker het is, maar hij is wel mooi. De jongens zijn al wakker. Boy. Ah. Het is bijna hier voor een manja, zo zoem. Zoals jullie zien, zijn we aan het eind gekomen van deze campingtrip. Ik hoop dat u heeft genoten van de beelden, maar we zijn nog niet klaar. Die challenge naar huis nu, want het heeft geregend. Dus ik verwacht dat de weg wat slechter gaat zijn. Blijf kijken. Beelden zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het kijken en zoals ik het altijd zeg, tot mijn volgende adventure.